ben Judith Kleinsman. Ik ben Helen Wissing. Ja, we zijn hardlopers. Recreatief. We zitten niet bij een atletiekvereniging, maar we zijn wel hardlopers. Nee, we hebben nog niet eerder meegedaan aan de Clinics van Enschede Marathon. Maar ontzettende leuke ervaring. 10! 10 kilometer. Nou, voor mij persoonlijk, ik heb heel veel aan de loopscholing gehad. Want dat doe ik thuis nooit. Als ik thuis hard loop, dan loop ik alleen maar mijn rondjes in hetzelfde tempo. En in de clinics heb ik geleerd dat je tempowisselingen moet doen en hoe je goed kunt hardlopen. Nou ja, buitenom dat wat Helen al aangeeft, dat is precies hetzelfde. En dat je met meer vermogen en meer duurvermogen gaat lopen. Veel meer gaat letten op je houding. Maar daarnaast heb ik er 7 minuten afgelopen ten opzichte van vorig jaar. Het geeft een heel groot gevoel van saamhorigheid. Ondanks dat je in een vrij individuele sport zit, heb je echt het gevoel dat je met jouw clubje in die clinic voor die 10 kilometer gaat. Je gaat elkaar ook echt stimuleren. Ja, en ik vind dat je het echt moet doen voor je techniek. Ja, je gaat je lichaam beter kennen. Er zijn heel veel specialisten aanwezig. Dus als je ergens een pijntje krijgt of wat dan ook, je weet precies op een gegeven ogenblik waar ga ik op letten, wat moet ik doen. En ze staan ook direct klaar voor je. En het is ontzettend leuk om te doen. We hebben iedere keer met heel veel plezier zijn naartoe gegaan. Buitenom een stukje looptechniek wat ze zelf al in het verleden hebben gedaan. Hoe zij sneller zijn geworden, hoe vaak ze zelf in de week gingen hardlopen. Welke wedstrijden ze hebben gelopen. Tips met kleding, wanneer ga je drinken, wanneer ga je niet drinken. Ja, ik had last van rugklachten en direct op het moment dat ik de vraag stelde bij de fysiotherapeut, ging ik direct naar buiten. Hij zei, laat maar even zien, doe maar een loopje. Nou, direct gedaan en hij kon mij direct vertellen wat ik niet helemaal goed deed, maar vooral ook wat de tips zijn. En ik moet je eerlijk zeggen, het is nu meer dan een half jaar geleden dat ik dat heb gedaan. Ik heb niet één keer meer last van de rug gehad, dus dat was echt een super tip. Er worden duurlopen gegeven en het leuke is, ze worden officieel niet gegeven voor de 10 kilometer. Maar er wordt wel heel erg rekening met je gehouden, want bij de halve marathonloop word je gewoon halverwege, mag je instromen. Ja. Dus het is absoluut een moeite waard. De locatie is heel goed, heel gevarieerd qua bodem, zeg maar. Dus we liepen en over het zand en over de harde grond. Heuvelachtig, we hebben ook best wel veel door het bos gelopen. Ja, van die kleine korte trailstukjes. Dus dat was heel afwisselend. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, heel goed dat bij in die clinic zit. Want dat geeft dan toch wel even kort voor de tijd aan waar je staat. Ja, mm-hmm. Op welk niveau je zit. En ook de helft van Hengelo was ook erg leuk om te doen. Dus dat je de combinatie hebt, dat je uiteindelijk werkt naar de Enschede Marathon. Dat je dat even als referentiepunt kunt meenemen, was echt superleuk om te doen. Volgend zeker jaar weten, weer. We zijn erbij.